Twee Wagenmakers debuteerde afgelopen jaar in de Osse gemeenteraad en werd direct fractievoorzitter van de VVD. Over zijn eerste jaar als politicus sprak hij dinsdag uitgebreid in het radioprogramma Oud en Nieuw. Maar ook voor onze camera zei hij nog wat. Zo kwam zijn partij in 2011 regelmatig in het nieuws. Tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen zei de VVD niet aan OZB-verhoging te doen. Tijdens de coalitieonderhandelingen werd deze belofte ingeleverd. Die OZB-verhoging zijn we op tegen geweest altijd. We hebben ermee ingestemd omdat het gekoppeld is aan investeringen. Dat is een belangrijke voorwaarde voor ons. Maar waarin wil de VVD dan wel investeren? Het gaat naar accommodaties, het gaat naar sportdingen, sportaccommodaties, accommodaties voor scholen. Er is geld gespaard voor cameratoezicht. Dat soort zaken, daar gaat het naartoe. Dat er geld wordt gestoken in cameratoezicht is overigens nog allerminst zeker. Al blijft Wagenmakers daar heilig in geloven. Een andere verkiezingsbelofte, de komst van de noordelijke randweg, werd ook gebroken. Het staat op een laag pitje vooral om financiële redenen. De redenen waarom het niet is uitgevoerd zit met name in die financiën. Wagenmakers blijft wel volhouden dat de randweg er gaat komen, maar niet op korte termijn. Hoe leg je dat nu uit aan je kiezers? Je moet gewoon een reëel verhaal houden en mensen hebben daar meestal wel begrip voor. Dan uw eigen ambities voor 2012. U heeft nou een jaar politiek gehad in Os. Smaakt dat nou meer? Ja, ik vind het erg leuk. Ik heb in het begin erg moeten wennen. Ik met een aantal fractievoorzitters die ervaren zijn als ik het debat moet voeren. Dat debatteren, dat kan misschien wel wat beter. Maar ik denk dat ik het eerste jaar best goed heb gedaan. En het kan altijd beter en ik leer graag van anderen. Heeft u ook ambities daarin? Ik vind het heel erg leuk en dat geeft ambitie. Dat brengt ambitie, dat ga je over nadenken van goh, ik zou dit verder kunnen gaan. Ik heb geen concrete plannen op dat gebied op dit moment. Ik vind het vooral leuk en ik vind dat ik nog als fractievoorzitter nog voldoende te leren heb en te doen heb. Het radio-interview met G. Wagenmakers is de komende week regelmatig te horen op Maasland FM in het programma Oud en Nieuw. Luisteren kan iedere werkdag tussen 6 en 11 uur 's avonds. De zilveren WK-medaille van Bas Verweilen is het sportmoment van 2011. De Osse Schermer vergaarde de meeste stemmen tijdens een online verkiezing, uitgeschreven door Maasland FM DTV. De verloren finale tegen Paolo Pizzo begin oktober maakte meer indruk dan de terugkeer van FC Os in het betaald voetbal en de promotie van SV Ruward naar de derde klasse. De 15-13 nederlaag van Verweilen in het Italiaanse Catania haalde 44% van de stemmen. Het kampioenschap van Dirk Heese en zijn mannen was goed voor 29% en de opmars van SV Ruward haalde 27%. Het is voor de tweede keer dat Maasland FM de verkiezing houdt. In 2010 werd de degradatie van FC Os naar de topklasse tot sportmoment van het jaar gekozen. Dag 3 van 2012 en dat betekent dat de goede voornemens al op papier kunnen staan. Maar wordt dat nog wel gedaan, goede voornemens maken? Of mogen sigaretten nog gerookt worden en mag het kerstdiner op de heupen blijven zitten? DTV vroeg het een aantal Ossenaren. 2012, net 3 dagen onderweg. Had u die goede voornemens gemaakt die nu al gesneuveld zijn? Ik zelf niet. En u? Nee, ook niet. We zijn heel sportief van onszelf en zo, dus... We hebben geen nieuwe voornemens gemaakt in ieder geval. Ik hoop alleen dat het zo gaat als afgelopen jaar. Meer kan ik me niet wensen. Dus. Ik ben bij 70 geweest, dus ik heb alles gehad bijna. Mijn enige rijkste, mijn gezondheid. Het gaat over niet dingen, hoe heet dat? Het gaat niet om geld, het gaat om uw gezondheid. Juist. Ik heb een nieuwe baan en ik hoop daar veel uren te kunnen gaan werken. Iets heel anders bent u gaan doen? Of wat bent ja. u... Ik ben 10 jaar kraamverzorgster geweest en nu ga ik werken met verstandelijke gehandicapten. Via dichterbij, dus ik ben heel benieuwd wat het gaat brengen. We zien wel gewoon hoe het gaat. Komt helemaal goed. Alles heeft zijn tijd nodig, dus geduld. Ja, is dat het woord voor 2012 bij u, geduld? Ja, denk het wel. Een moeilijk woord. Je bent nogal een ongeduldig persoon dan? Of? Nou, niet ongeduldig, maar geduld blijven houden is af en toe best wel lastig. Ja. Ik heb eigenlijk nog een wens voor 2011. Want mijn vriend is genomineerd voor Sportman van Os. En ik hoop dat hij het wordt. Wie is dat dan? Carlo Pullens. Dus, Ironman heeft hij gedaan op Hawaii. Dus een triatleet. Oh, hij is genomineerd inderdaad voor het Osse Sportgala. Dan moet hij dan wel even zien te winnen, geloof ik, van Bas Verweilen en van Rick van der Ven. Ja, precies. Dus dat zal hem niet gaan worden. Maar je weet het nooit. Ik moet even afwachten hoe het uitpakt.
Want ook de economische crisis hakt er bij ons in. Ik heb een baan aangenomen met een 0-urencontract, dus dat is wel spannend of dat iets gaat worden. Nou, is het nou echt elke maand met een calculator kijken of het kan, ja? Ja, ja. En je zou graag het komend jaar wat minder die calculator erbij willen pakken? Graag. Nou goed, ik kan nog steeds brood halen bij de bakker, dus je hoort mij niet klagen. Er zijn vast dingen die je afgelopen jaar hebt gedaan waarvan je zegt dat moet ik niet meer doen, dat moet ik in 2012 anders doen. Kun je eens wat noemen? Mijn eieren gooien. Eieren gooien? Ja. Wat heb je dat gedaan dan? Hoe ging dat doen? Gewoon tegen de skatebaan gooien. Dat ga je het komend jaar niet meer doen? Hij is heel eerlijk geweest, nu jij ook. Wat heb jij afgelopen jaar gedaan wat niet meer kan in 2012? Ook met eieren gooien. Heb je ook allebei daar straf voor gehad toen? Ja. Mijn wens voor 2012 is dat het allemaal economisch een beetje beter mag gaan met Nederland. En met ons in het bijzonder natuurlijk, dat is wel heel belangrijk. En u persoonlijk? Voor mij persoonlijk. Gezondheid is het belangrijkste voor mij. Meer geld, bijvoorbeeld. Ik heb eigenlijk alles wat ik wou. Je bent zo verwend met de kerst en met Sinterklaas dat je nu alles even hebt. Ja. Ja. En slechte gewoontes die je hebt, te veel snoepen of zo, zijn dat dingetjes die je komend jaar wat minder wil doen? Nee. Wil jij eens meer gaan snoepen? Ja. Zoveel als ik wil. Ik heb eigenlijk alles wat mijn hartje begeert, zeg maar. Maar mijn wens eigenlijk ook zeer zeker dat we wat meer respect voor elkaar hebben. En heel zuinig zijn op deze wereld waarin we leven. Ja, het klinkt allemaal heel erg cliché, maar en ook heel veel geduld. En blij zijn met wat je hebt. Voor een jaar, als we hier weer zullen staan, is dan de economische crisis voorbij, denkt u? Heeft u een mooi woordje om af te sluiten? Nee. Ik heb een mooi woordje om af te sluiten en dat is nee. Want ik denk niet dat die voorbij is volgend jaar. Ik denk dat dat nog wel zeker 4-5 jaar gaat duren voordat we er echt weer bovenop zijn. Kortom, niet iedereen is positief over het nieuwe jaar. Maar er zijn nog wel een paar Ossenaren die een nieuwjaarsgroet willen uitspreken. Ik wil wel iets zeggen. Ik wil allemaal collega's van de politie Brabant Noord een geweldig jaar geven. Want het valt niet mee, denk ik, omdat we heel veel veranderingen voor de kiezer krijgen. Om altijd positief te blijven. Dus ik wens allemaal collega's het allerbeste voor 2012 toe. Alle lieve mensen in onze en omgeving, heel fijn 2012 en gezond. Vooral gezond. Ik wil graag iedereen een gezond 2012 wensen. Ik wens iedereen ook een gezond en een gelukkig 2012.